Hoe wordt muziek gebruikt om het imago van de islam te verbeteren? Dit is de Universiteit van Nederland. Tijdens de Koude Oorlog werden jazzmuzikanten over de hele wereld gestuurd op tournee om de invloed van de Sovjet-Unie en het communisme in te dammen en de Amerikaanse democratie aan de wereld te verkopen. Zo zien jullie hier Louis Armstrong voor de piramides van Gizeh in Egypte in 1961 en ook Benny Goodman op het Rode Plein in Moskou in 1962. Deze vorm van culturele diplomatie bleek ontzettend effectief te zijn. Het was zelfs het effectiefste middel van de Verenigde Staten in de Koude Oorlog om de invloed van het communisme te verminderen. Daarom werd er ook erg veel geld in gestopt. Nou, wat is culturele diplomatie? Culturele diplomatie is eigenlijk een indirecte vorm van macht waarbij kunst en cultuur wordt ingezet om een wederzijds begrip aan te moedigen binnen natiestaten, tussen natiestaten, om economische en politieke steun te ontwikkelen, maar ook voor nationale veiligheidsdoeleinden. Je zou dus kunnen zeggen dat het een vorm van beïnvloeding is. In 2001 begon er ook een oorlog. En deze oorlog ging niet tussen communisten en kapitalisten, maar tussen een zogenaamde gematigde en radicale islam. We kennen allemaal deze beelden van de War on Terror. Maar naast militaire interventies speelde hier ook culturele diplomatie een hele belangrijke rol. En dat weten weinig mensen. In deze vorm van culturele diplomatie in de War of Terror probeerden Amerikanen eigenlijk van binnenuit de islam te hervormen in landen in het Midden-Oosten. En ze probeerden eigenlijk de religieuze interpretatie te beïnvloeden, de geloofsbeleving van moslims ter plekke. Hoe dat gebeurde is eigenlijk vrij ondoorzichtig. Er werden verschillende programma's ontwikkeld en ook denktanks. Heel belangrijk element is dat soefisme door deze denktanks eigenlijk naar voren is geduwd als boegbeeld van de gematigde islam. Maar waar we het vandaag over gaan hebben is dat ook de inzet van muziek heel erg belangrijk is geweest in deze culturele diplomatie. Hoe ging dat in zijn werk? In samenwerking met landen in het Midden-Oosten werd lokaal muziek geprobeerd te beïnvloeden. En ook tegelijkertijd een uitwisseling tussen Amerikaanse artiesten en artiesten in het Midden-Oosten. Dat werd gefaciliteerd. Dus lokaal werd het beïnvloed en tegelijkertijd probeerden mensen dus ook een uitwisseling te faciliteren. Nou, dit is een mooi idee, maar hoe werkt het nou eigenlijk in de praktijk? Ik als cultureel antropoloog ben altijd op zoek naar lokale voorbeelden om te kijken hoe grotere dingen een invloed kunnen hebben. Daarbij heb ik gekozen om te kijken naar Marokko. Ten eerste omdat Marokko een hele belangrijke bondgenoot is in de Amerikaanse War on Terror. Maar ook omdat Marokko als land zelf sinds 9/11 en zeker sinds de aanslagen in Casablanca in 2003 heel erg hard bezig is gegaan om hun imago als islamitisch land te verbeteren en met name ook aan de hand van muziek. Die aanslagen in Casablanca, dat waren de dodelijkste aanslagen in Marokko, in de Marokkaanse geschiedenis. Er waren 14 zelfmoordterroristen die in het centrum van Casablanca aanslagen hebben gepleegd, waarbij 12 om het leven kwamen en 33 burgers om het leven kwamen. Wat er daarna gebeurde was heel erg interessant, maar ook moeilijk, want er kwam een enorme heksenjacht op gang naar islamitische activisten. Er werden 2000 mensen vervolgd. 1200 mensen werden voor de rechtbank gesleept, waaronder 700 mensen werden uiteindelijk veroordeeld. Maar er waren ook heel veel mensen die eigenlijk helemaal niet zoveel met die aanslagen te maken hadden, maar toch wel verdacht werden. Bijvoorbeeld omdat ze het religieus leiderschap van de huidige koning Mohammed VI niet erkennen. Nou, Marokko is heel erg bezig gegaan om het imago als islamitisch land te gaan opvijzelen. En we zien hier dan ook een protest in Casablanca, onder andere door de overheid gestimuleerd, waarbij mensen het symbool van de hand van Fatima dragen, waarop staat: kom niet aan mijn land.
Naast deze arrestaties en dit soort protesten is de overheid en het Marokkaanse koningshuis ook heel erg op zoek gegaan om culturele activiteiten te gaan organiseren die dat imago van Marokko als land van de gematigde islam zou kunnen propageren. En muziek heeft daar een hele belangrijke rol in gespeeld en nog steeds. Ik ga 3 voorbeelden noemen. Het eerste voorbeeld wat ik wil geven is Jennifer Lopez, die we hier wulps over een podium zien kruipen in Rabat tijdens het festival Mawazin. Mawazin is een groot internationaal festival. Internationale festivals zijn het eerste voorbeeld van de manier waarop Marokko probeert een beeld van een gematigde islam uit te geven naar de buitenwereld. En in dit festival, wat gesponsord wordt vanuit het persoonlijke budget van de koning, worden ontzettend veel westerse muzikanten uitgenodigd. Niet alleen Jennifer Lopez, maar ook Elton John, Lenny Kravitz, etc. Je kunt je voorstellen dat hier ook allerlei debatten over ontstaan in de samenleving elke zomer als dit festival wordt georganiseerd. Nou is het natuurlijk helemaal niet zo dat Jennifer Lopez een gematigde moslim is, maar door dit soort artiesten uit te nodigen probeert Marokko wel een beeld te creëren van kijk, wij staan open voor westerse waarden, voor westerse cultuur, wij zijn een gematigd moslimland. Het tweede voorbeeld wat ik jullie wil geven gaat eigenlijk over het inkapselen van een underground muziekscene. Voor de aanslagen in 2003 was er in Casablanca een hele levendige underground muziekscene met heavy metal, hip-hop, hardcore artiesten die muziek maakten, maar tegelijkertijd eigenlijk door de staat als persona non grata werden gezien en soms zelfs van satanisme werden beschuldigd. Deze muzikale figuren zag je dus niet op staatspodia. Echter na 2003 werden deze mensen juist wel heel erg uitgenodigd op staatspodia. Dat is wat ik noem het inkapselen van protestzangers door de overheid, om ook weer te laten zien van kijk, wij tolereren wel muzikanten die kritische teksten over de staat schrijven. Ook werden er steeds meer van dat soort underground festivals gefinancierd, bijvoorbeeld door de overheid. Dus we kregen donaties van de koning. Nou, het derde voorbeeld wat ik wil geven zijn de religieuze muziekfestivals. En religieuze muziekfestivals die laten voornamelijk allerlei artiesten zien die uit Soefi-ordes komen. Ik heb net al gezegd dat soefisme heel erg naar voren is geschoven als boegbeeld van een gematigde islam. En daar in dat kader moeten we ook deze festivals zien. Dus dit zijn festivals waarin verschillende Soefi-ordes worden uitgenodigd om hun muzikale rituelen op te voeren. Binnen het soefisme vormt muziek een heel belangrijk onderdeel om een nabijheid tot God te krijgen. Dus je kunt voorstellen dat dat hele interessante festivals ook oplevert. Goed, deze 3 voorbeelden zijn allemaal voorbeelden van hoe Marokko zowel intern als extern probeert om haar imago als islamitisch land te verbeteren. Intern door de bewoners te beïnvloeden, extern door juist over te komen naar buiten toe als een gematigd moslimland in de hoop een betere bondgenoot en handelspartner te zijn voor Amerika. En Amerika werkt hier ook weer heel graag aan mee. Ik heb 13 maanden onderzoek gedaan onder artiesten en concerten, voornamelijk islamitische artiesten, om uit te zoeken wat nou de uitwerkingen en effecten zijn van dit beleid op moslimzangers in Marokko. Waar ik achter ben gekomen, is dat er 2 domeinen zijn in Marokko voor islamitische muziek. Aan de ene kant de Soefi-muziek, de Soefi-muzikanten, de Soefi-ordes, die worden uitgenodigd op die podia om hun muziek en hun rituelen te laten horen, te laten zien. En ik wil jullie een fragment laten horen van deze Soefi-muziek. Wie we net hier hoorden was Anas Habib, die een Marokkaanse artiest die een lied uit de Soefi-traditie zong. En hij maakte hierbij gebruik van een mouel. En een mouel is eigenlijk een vocale improvisatie waarbij een artiest of een zanger probeert over 1 lettergreep verschillende tonen te maken, uit te smeren als het ware. En dat doet hij, meestal hij, soms zij, om een emotioneel effect bij de luisteraar te bereiken. En eigenlijk het publiek emotioneel te betrekken bij de performance. Die Soefi-zangers, die mogen dus de staatspodia gebruiken en krijgen ook geld
om juist die gematigde boodschap over te brengen. De overheid is overtuigd dat dit helpt om Marokko te laten overkomen als een gematigd moslimland en faciliteert daarom ook die optredens. Maar er is ook een andere kant. De andere kant van de Anasjid. Dit zijn islamitische zangers die ook islamitische muziek maken, maar juist geweerd worden van de staatspodia. En daar heb ik ook naar gekeken. Zij worden geweerd van die staatspodia omdat ze heel sterk geassocieerd worden met een radicale islam. Veel van deze Anasjid-zangers zijn geleerd aan islamitische bewegingen, maar lang niet allemaal. Desondanks hebben ze eigenlijk allemaal dat stempel gekregen. En daarom treden zij niet op die staatspodia, maar juist in huiselijke kring. Op bruiloften, partijen, maar ook besloten feesten bij een vereniging of op een universiteit. En soms ook in het buitenland. Ze zijn bestempeld als culturele producten van een radicale, on-Marokkaanse islam. En ik wil jullie een fragment laten horen van een zanger, Hisham Karim, die heeft opgetreden in Nederland. Zodat jullie kunnen kijken of jullie een verschil horen. La ilaha illallah. Deze zanger maakt weer eigenlijk ook gebruik van moaals. En wat jullie net hebben gehoord is een wat ritmischer gedeelte. Maar de vraag is nu eigenlijk, jullie zien nou deze twee verschillende terreinen, domeinen voor islamitische muziek. Heeft het beleid effect? Wat heeft het beleid hiermee te maken? Want zoals jullie misschien hebben gehoord is er weinig verschil op het oor tussen Anasjid en Soefi muziek. Allebei a cappella, vrij trage muziek. En dit laat ook iets anders zien, namelijk dat in de praktijk dit onderscheid voornamelijk op papier wordt gemaakt. Het onderscheid tussen Soefi muziek en Anasjid muziek. Muzikanten zelf die proberen juist heel erg strategisch te kijken en te kiezen welke podia zij gebruiken. En dat valt niet altijd te voorspellen. Ze gebruiken daar religieuze overwegingen voor, commerciële overwegingen en soms zelfs ook politieke overwegingen. We zien dus eigenlijk dat in hoe deze muzikanten die twee verschillende velden voor islamitische muziek gebruiken, juist heel flexibel is. En dat geeft als het ware een soort dissonantie. Het wringt, het schuurt. En dat lijkt misschien alleen een soort pragmatisme, maar het is meer dan alleen een soort pragmatisme. Want juist omdat ze zo flexibel zijn, kunnen ze ook een soort verzet bieden, een heel subtiele vorm van verzet, tegen ideeën binnen het dominante vertoog van de staat. Zij kunnen ze ook een beetje door te schipperen hun eigen ideeën verkondigen over de muziek, over de islam. Dus het onderscheid tussen Soefi muziek en Anasjid muziek weerspiegelt vooral het overheidsbeleid en een wijder beleid waarin een onderscheid wordt gemaakt tussen een gematigde en een radicale islam. Terwijl dat in de praktijk eigenlijk helemaal niet zo sterk is. En niet overeenkomt met het beleid van de muzikanten in elk geval. Hoe wordt muziek gebruikt om het imago van de islam te verbeteren? Jullie hebben nu gehoord hoe dit wordt geprobeerd, onder andere door de Marokkaanse overheid. En hoe dit voor de buitenwereld misschien wel zo lijkt over te komen als een middel dat het imago van de islam verbetert. Maar de daadwerkelijke effecten op een publiek zijn heel erg lastig te meten. Ik heb alleen gekeken naar wat het doet met die muzikanten. En de zangers zelf geven er sowieso hun eigen invulling aan. Dank jullie wel.